Goedendag en welkom bij de tweede update over het dengue-virus. In de eerste aflevering hebben wij het gehad over hoe het dengue-virus toeslaat en wat de symptomen zijn. In deze editie zullen we het hebben over de medicijnen tegen dengue, maar ook over preventie. U krijgt dengue als u bent gestoken door een muggenbeet die dengue-virus bij zich draagt. Er zijn vooral twee soorten muggen met het virus. De Aziatische tijgermug en de gele koortsmug. Deze muggen steken overdag. Het meest in de vroege ochtend en namiddag. Door de muggensteek komt het virus in uw bloed. Hoe herken jij nu de dengue-muskiet? Eigenlijk is dengue gewoon een virale infectie. Het wordt overgebracht door een muskiet. Dus wat mosquita is chara sikidati. En een mosquita dat komt gewoon voor overal in die osso. Tapi erf. En wat de muskiet kan je een beetje herkennen aan die zwart-witte poten. Dat is de muskiet die dengue overbrengt. Het brengt niet alleen dengue over, maar ook, we hadden in de tijd chikungunya, Zika. Dus al die virusinfecties, dat brengt die muskiet wel over. Die muskiet, a muskiet, dat is yuki moro, matenjuru, in de middaguren. En dus overdag. En pelmai deina osso, het is meer op de donkere plaatsen. Dus ondrui bedi, kasi, dungru presi, if ya puan losan in die osso. In het gebruik de sani, drapen per dungru olode, drapen de mosquita ede. En wat doet dat? Amai leggen de ixi ook toe in stilstaand water. Dus wat ras had gewoon rustig. Dus if je hebt in die osso, als je hebt fase met waterbloemen, met water in een vaas. If je hebt bijvoorbeeld badkamer, wat ra ne sakagwe, drapen mosquita kan leggen ixi toe. Denk je boem aan je durotang. Ja, even een dekkenboom af, aan de gesloten, en mosquita leggen exidrap uit. En natuurlijk, te ja van loorlijk samitaki rommel, tapa jari ook toe. Blikken, autobanti, alle sante watra kans doen, drapen aan mij leggen exi toe. Er bestaan geen medicijnen, nog geen medicijnen, om dengue te genezen. Medicijnen kunnen wel helpen om de klachten te verminderen. Tegen de koorts en pijn kunt u paracetamol gebruiken. Gebruik geen bloedverdunnende pijnstiller zoals diclofenac, ibuprofen of naproxen. Uw bloed kan bij dengue namelijk al dunner zijn. Tegen overgeven kunt u domperidon nemen. Uw huisarts kan dit het beste voorschrijven. Eigenlijk, op het moment is er nodig tegen dengue. Het enige wat je moet doen is lexamitaki. Let op ding. Alarmsymptomen. Let op de symptomen, let op de alarmsymptomen. Dat na wansani. Ten tweede, veel drinken, dat is normaal. Vooral na weer funuja. Als zo'n efaya. Gewoon voldoende water naar binnen brengen. Zeker minimaal 2 liter, anderhalf 2 liter zeker. Voldoende drinken, samitaki. Let op de alarmsymptomen, maar je kan ook paracetamol gebruiken. Gebruik paracetamol. Wat je niet moet doen, voorus maar ego bijdressie gewoon naar winkri. De Voltaren. Ibuprofen, dit soort aspirine, dat mag je niet gebruiken. Want de sand kan vererger abbroeden. Want met de dengue heb je bloedingen. En dit resi dat kan vererger abbroeden, de bloedingen. Wat je ook niet moet doen, is ook geen antibiotica gebruiken. Want antibiotica is meer voor bacteriële infecties. Maar met de dengue is een virale infectie. Dus antibiotica no broko. Dus dat moeten jullie zeker niet doen. Wat verder gedaan moet worden is natuurlijk preventie. Meteen ik ben nou een mosquita echarasani. En de mosquita de alase. Dus probeer en me leg je uit bij de mosquita en leg ik zie in wat er zal stilstaan. Dus ruim je jari op. In die osso, de fase sayabi, broemki fase sayabi. En wat er jabi bonke, 2-3 kleine zin in een wiki, krima wat er. Dat de beest na kans voor leg ik zie. Dat nou een trasani, als je stilst, andere. Erf, tapi erf bijvoorbeeld. Ruim erf op. Maar niet omdat er ding is, dan gaat u erf opruimen. Je moet het altijd doen. Want en het is mosquito, hoor. Je kan ook andere ratten krijgen. U beheren ziekte van wel in de tijd. Hè. Slangen krijgen. Je hebt ook kinderen thuis. Dus uw erf moet opgeruimd zijn. Bepaalde mensen, men denk je dat mij liefde zijn voor ten zon. Is dat een programma dat toch? Ik hoor ook heel dat hij lijkt alles aan je. Na tape jaren of zo. Uno, wat situatie dat van oro. Dus ook erf opruimen. En let op, in die osso, wat zij kan doen in die osso, ik kan spuiten, begon dit soort zand, dat let op die donkere plaatsen, de donkere hoeken. Ook dat de mosquito je niet steken, misschien lange mouw, als je te last hebt van, echt van die te veel mosquitopopulatie, lange mouw aantrekken. Je kan ook repellent, sademaikari kan je ook gebruiken.
Dat zijn eigenlijk die dingen die we kunnen doen, ook afdekken van je duurtank. Over preventie gesproken. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg is belast met de preventie. Hoofdmilieuinspectie Stephanie Sheukalam zegt dat er gewaakt wordt dat we niet in de alertfase belanden, waarbij er meerdere besmettingen geregistreerd zullen worden. Om dat te voorkomen is het BOG drukdoende om de verspreiding van het virus te beperken. Er is nog geen dengue-uitbraak. Er is wel een toename van het aantal cases dat is gerapporteerd. We zijn op dit moment nog niet in de alertfase, maar we komen wel dichtbij bij die alertfase. Wat wij nu doen is proberen die verspreiding zo min mogelijk te houden. Dus iedere case die wordt gerapporteerd wordt door ons aangedaan. Er wordt een inspectie gepleegd en een interventie. Dus dat houdt in dat er wordt bespoten, er worden larvicide gezet in waterhoudende voorwerpen om van die muskieten af te komen. Maar we geven ook de mensen de voorlichting die erbij hoort. Dat er dus, zijn er broedplaatsen op het erf of op de werkplek, want het kan soms dat de besmetting op de werkplek plaatsvindt, dat er dus die broedplaatsen opgeruimd moeten worden. Want zolang je dat hebt, ga je nieuwe muskietenpopulaties krijgen. Op dit moment proberen we zoveel mogelijk de cases die er zijn te behandelen. En voorlichting moeten we dus ook gaan opvoeren. Ga nooit zelf over tot bestrijding van een broedplaats als je mocht merken dat je buren geen schoon milieu hebben. Maak meteen contact met het BOG als je denkt dat je buren broedplaatsen kweken. Door vaak hetzelfde middel te spuiten tegen dengue kan de muskiet ongevoelig worden. Dat heet resistent. De gebruikte middelen helpen dan niet meer tegen deze muskiet. We raden dat heel erg af. Waarom? Hoe vaker je spuit, hoe resistenter die muskiet wordt tegen de pesticiden, waardoor op een gegeven moment ze niet meer doodgaan. En we willen voorkomen dat het, wanneer het BOG gaat bespuiten waar het echt nodig is, dat die muskiet dan ook niet meer doodgaat. Dus we raden het af dat men gaat proberen om zelf te bespuiten. Heb je last van buren die hun erf niet goed onderhouden, dan kan je altijd bellen naar het BOG op het nummer 178. Je wordt dan doorgezet naar milieuinspectie of je mag zelf ook langskomen om je klacht in te dienen. En dan gaat het team er naartoe voor een inspectie en dan worden de mensen dan ook aangesproken om hun erf op te ruimen. U heeft dat gehoord. Maak meteen contact met het BOG als u denkt dat uw buren hun terrein niet onderhouden. Binnenshuis controleert u altijd de donkere plekken en ruimt u alles op waarin stilstaand water kan voorkomen. Zo alleen kunnen we voorkomen dat u gestoken wordt door de dengue muskiet. In onze volgende editie gaan we het wat uitgebreider hebben over de preventie. We kennen allemaal nog de bekende dengue-wagen die rondrijdt in de straten. Ook daarover hebben wij het bij de volgende aflevering. Voor nu wens ik u een fijne dag verder en tot de volgende keer.